zou dat ook moeten inzien. Praat mee, u beiden, praat nog even mee. Vanaf de zijkant, dat dan wel. Omdat ik nu ga praten over de praktijk. We hebben, u heeft het over onrust die er is in Den Haag. Maar en veiligheid. Er is in ieder geval op zijn minst ook onrust op een aantal kleine plaatsjes hier in Drenthe en in Friesland. Daar zijn vertegenwoordigers van hier in de studio. Daar ga ik nu mee praten. Rijs en Oranje heten die dorpjes in Friesland en Drenthe. En die dorpen dreigen veel extra asielzoekers te krijgen. En nou ja, dat levert allemaal onrust op en ophef. Kijk even mee. Binnen een week melden de eerste vluchtelingen zich in Oranje. Het wifi-netwerk raakt meteen overbelast. Buurtwinkels in aangrenzende dorpen worden overspoeld en er worden asielzoekers van de snelweg geplukt. De nieuwe inwoners van Oranje, vooral de alleenstaande mannen, zijn het gesprek van de dag. En als ik dan weer de verhalen hoor over de buurtbus of zo, dat de normale bewoners, die kunnen er haast niet bij in of zo, zulke dingen allemaal, dan denk ik ja. Dat had beter geregeld moeten worden. S'avonds in het donker, ik ben nog wel eens alleen thuis. Ons huis staat te koop, daar is waarschijnlijk geen koper voor. Ze kunnen er wel omheen praten dat het verkoopbaar is, maar ik geloof het niet. Neem even de vergelijking van je gaat naar Amsterdam. Er wonen 900.000 mensen en er komen in één keer 9 miljoen vluchtelingen bij. Dat is natuurlijk ook niet, dat is ook geen vergelijking misschien, maar daar komt het wel op neer. We zijn een hechte gemeenschap en willen we ook graag blijven. En niet door de komst van 1400 asielzoekers dat dorp ook in twee kampen raakt. Dat moeten we niet hebben. Ja, bij mij aan tafel zit Dorien Mansom, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. We gaan praten, maar vooral ook luisteren naar een aantal inwoners uit Rijs en Oranje. Evita Pagi, u bent van het actiecomité Leefbaar Oranje. Waarom dit comité? Wij zijn een commissie gestart om ons woord te laten horen, omdat we zo overrompeld zijn door onze gemeente. En wij wilden toch onze stem laten horen vandaag. Nog even, ik vroeg het u aan het begin, maar voor de mensen die misschien net iets later zijn binnengegleden in het programma. Hoeveel mensen wonen er in Oranje? Nog geen 140 en ze willen 1000 asielzoekers plaatsen. Juist, dat is best veel, hè? Dat is heel veel. Ja. Wat zou u eigenlijk willen? Wij hebben een petitie gemaakt en laten rondgaan in het dorp en aangrenzende dorpen. En daar stellen wij dat wij het huidige asielzoekers willen laten bevriezen. Dat is op dit moment ook gebeurd. Maar terug willen laten brengen naar 250. En ik denk dat we dan op een mooi aantal zitten, zodat we echt met elkaar kunnen leven. Ja. U heeft op uw schoot een iPad liggen. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje bedoeld om even een beetje kennis te maken met het dorp. Ja. Dat doen we dan via een Google Street View, neem ik aan. U sleurt een beetje ons door het dorp heen. Dat zal in het geval van Oranje zal dat met twee vingers wel klaar zijn, denk ik. Ongeveer. Ja. En in het midden zie je ook inderdaad Oranje. Het mooie rechthoek is het hele vakantiepark. Met alle huisjes, de Dat vakantiepark, dat zijn huisjes. En daar zouden de mensen ook gevestigd moeten worden, hè? Ja. En vooraan zie je het speelstad Oranje, het vroegere AVB-fabriek. En waar het oranje pijltje staat, zeg maar, dat is mijn huis. En ik heb een tuin van 90 meter lang. En daarachter zie je een rij hoge bomen. En daar begint nu de opvang. Ja. Ja, mevrouw Mansom, het is natuurlijk zo dat vaak heel veel mensen met heel veel goede bedoelingen heel veel vluchtelingen binnen willen laten. Totdat je natuurlijk het jouw achtertuin is waar het aan grenst. Ja, en toch zien we ook wel in de 35 jaar dat vluchtelingenwerk bestaat, dat het vaak zo begint. Dat mensen huiver hebben van, er komt hier een asielzoekerscentrum en wat gaat dat allemaal betekenen voor ons dorp en onze leefomgeving. En dat je toch ook vaak ziet als mensen er één keer zijn en de ontmoeting plaatsvindt tussen deze mensen en de mensen in het dorp en die daar naar school gaan en gewoon deel gaan nemen aan het leven. Dat op het moment dat zo'n asielzoekerscentrum weer gesloten wordt, er ook weer heel veel weerstand is in dat dorp. Want de mensen horen er dan bij en die hebben... Ja, maar goed, dus dat heeft ook vaak te maken, geloof ik, die weerstand, dat ze dan toch een zekere mate van handel missen die toch in de loop der jaren is ontstaan. Maar ook de vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen op school. Ja, die daar natuurlijk, die asielzoekerskinderen gaan daar naar school. Ja. Dus, maar ik snap dit punt van de proporties waar het hier over gaat, snap ik heel goed. Ja. Dat mensen zegt u zelf ook, dat vind ik eigenlijk een te groot verschil tussen het aantal inwoners en het aantal mensen. Ja, ik denk dat wij zouden veel liever hebben dat het veel regelmatiger over Nederland verspreid zou zijn. Ja. Maar u heeft net ook weer de beelden gezien, de nood is hoog en het gaat heel erg snel. Ik denk dat u ook zich overrompeld voelt
in het tempo. Hè, want normaal niet er. COA neemt hier een half jaar de tijd voor om draagvlak te creëren. En die tijd is er nu niet. Ja. COA is een toch nog enigszins, hebben wij toch gemerkt, autistische organisatie. Waar het moeilijk mee is in contact te treden. Zowel journalistiek gebied als ook in het gebied van de bewoners die ik hier heb gesproken. Die ook eigenlijk niets te horen krijgen. Want ik geloof dat toch wel ook van de bewoners uit Rijs het geval is. Je hoort niks van COA. Helaas ook niet veel van de gemeente. Waardoor het eigenlijk één groot zwart gat wordt. Communicatie is natuurlijk ontzettend belangrijk. Zeker als de tijd zo kort is. Dat functioneert dus niet, kennelijk. Nou, ook op plekken weer wel. Daar spreek ik u niet op aan. Nee, maar er zijn ook plekken waar dat wel. Dat wil ik u even een voorbeeld noemen. Wij hoorden vandaag van een collega van mij in Limburg. Waar ook een dorpje van 50 mensen is. En daar kwamen 250 asielzoekers naartoe. En daar is wel goed gecommuniceerd. En mensen hebben al die vragen kunnen stellen. En dat is ook een dorpje wat toeristische aantrekkingskracht heeft. En daar is het prima gegaan. Dus het kan wel. Maar het zijn de verhoudingen. Zouden we liever beter over het land verdelen. Wat zijn de problemen die u vreest eigenlijk? Nou, niet zozeer vreest als dat we nu al wel meemaken. Namelijk? Ten eerste is gewoon wat ons verteld is niet waar geweest. Er zouden in eerste instantie alleen Syrische gezinnen komen. En binnen een week hadden wij 100 Eritrese mannen, alleenstaande mannen, in ons dorp met een status. En achteraf werd gezegd, die zouden een dag of 2, 3 blijven, maar zaten onderhand al anderhalve week. Ja, die willen naar een supermarkt en dat soort dingen. U heeft het net gezien, het is één straat. We hebben geen busdienst. We hebben een buurtbus gerund door vrijwilligers. Die werd overspoeld door mensen die mee wilden. Mensen die voor de huizen gaan staan, naar binnen gluren. Afval achterlaten. We hebben internetproblemen. Maar er wordt gewoon heel slecht gecommuniceerd. Ja, duidelijk. Dat is een, even voor de duidelijkheid, dat park waar die mensen zitten, dat is van de ondernemer Henny van der Most, heet hij geloof ik. Klopt. En Sietse Fritsma, daar had u nog een aardige foto over meegenomen. Want u zei van, daar heb ik wel wat over te vertellen. Ja, het is... Kijk, dit is die foto. Ja. Ja, het is een hele rare zaak in Oranje. Want inderdaad, VVD-staatssecretaris Teven heeft een miljoenendeal gemaakt met VVD en Henny van der Most. Dat zijn partijgenoten. Van der Most zit ook voor de VVD in een gemeenteraad. En die twee kennen elkaar. Ze hebben gezellige momenten gedeeld. Dit is niet het enige moment. Op internet kun je ook dingen vinden van VVD-golftoernooien, waar ze ook gezellige momenten hebben. Waar het om gaat, is dat dit natuurlijk niet klopt. Want een bewindspersoon moet iedere schijn van belangenverstrengeling vermijden. En de PVV denkt dat dat hier niet gebeurd is. Want er speelt heel veel. Beschuldigt u nou Fred Teven van belangenverstrengeling? Nee, ik zeg dat Fred Teven ook de schijn daarvan moet vermijden. Maar wat is er in Oranje gebeurd? Er is niet alleen een miljoenendeal gegund aan een partijgenoot, waarmee dus gezellige momenten zijn beleefd. Het bestemmingsplan staat ook helemaal geen asielopvang toe. Het bestemmingsplan is recreatie. Nou, de opvang van honderden asielzoekers is toch echt wat anders dan recreatie. Ja. En ook de gemeenteraad is gepasseerd. Dus alle democratische rechten van de burger zijn gewoon vertrapt. Dus die combinatie, deze deal met deze man, plus die omstandigheden dat de bewoners finaal buitenspel zijn gezet, dat klopt niet. Okay, en wij zeggen dus dat Teven op dat punt echt iets heeft uit te leggen. Juist. Ik ga even naar Rijs. Daarvoor heeft u ook datzelfde grappige Google Maps ter beschikking. Michel Lunenberg, u heeft het in uw hand samen. Naast u zit uw geliefde, geloof ik. Hè? Dat klopt. Maya Gansenfles. En jullie hebben beide een bed and breakfast. Klopt. Ja. Nou, klanten genoeg zou ik denken dan, of niet? Niet meer. Niet meer, nee? Kijk, laat even zien waar u zich bevindt. We bevinden ons in Rijs. En dat is Rijs eigenlijk een T-splitsing. Dat zijn mijn dochter eigenlijk. Ja. En het pand, het park, is eigenlijk linksbovenin is het park. Bij het rode stipje, daar zit een school. En de rest daaromheen zijn eigenlijk alleen maar campings. Je ziet alleen maar caravans daar staan. En ons pand zit links onderin in het bos. Zie je nog een bruine vlek en daar zit ons pand. Ja. U zit er dus vrij dicht op? Ja, 75 meter zit er tussen. Ja. Verwacht u daar veel problemen? Ja, verwacht wel veel problemen. Waar bent u bang voor? Het is een dorpje met 158 mensen. Waar 500 mensen geplaatst gaan worden. Wat het gaat worden, een AZC of een pol, is nog helemaal onduidelijk. Dus wat gaan die mensen doen? Dat weten we niet. We zien voorbeelden
in Oranje wat er gebeurt. Mensen lopen op straat, is allemaal prima. Hebben een andere manier van doen, vervelen zich misschien. Ja, dat gaat geheid iets opleveren waar we niet op zitten te wachten. Ja. Wat zegt het gemeentebestuur, de burgemeester en wethouders hierover? Nou, die communiceren helemaal niet. Niet? Nee. Nee. Maar ze weten toch wel van de plannen die er zijn, of niet? Ja, maar ze houden alles onder de pet en er wordt absoluut niet gecommuniceerd. Ja. Ik had gehoord dat jullie gisteren toch een beetje op de hoogte gehouden zouden worden, of niet? Er was gisteravond een bijeenkomst gepland. Ja? Daarbij zou de gemeente en het COA aanwezig zijn. En die zouden al onze vragen gaan beantwoorden. En inderdaad zaten er netjes een paar honderd mensen op de afgesproken tijd in de zaal. En we het hele gesprek, de hele bijeenkomst werd afgedaan met één zin door een wethouder. En die vertelde dat er nieuwe inzichten... Er was 's morgens een gesprek geweest tussen de gemeente en het COA. Daarbij waren nieuwe inzichten aan het licht gekomen. En daarover moest het COA zich nog beraden. En daardoor werd de bijeenkomst gecanceld. Ja. En die zin heeft hij... Iedereen, alle pers en voor de zaal ook nog een aantal keren herhaald. Ja. En daar is bij gebleven. Ja. Is het nu zo in zijn algemeenheid dat u zegt van... wij willen geen asielzoekers in het dorp? Of zegt u, het gaat ons om de manier van communiceren... en het gaat ons om een eventuele hoeveelheid? Ja. En de betrokkenheid, hè? Het gebrek aan betrokkenheid. De gemeente en het COA was eigenlijk over het dorp heen... Ja. Betrekken de bewoners er niet bij, betrekken het dorpsbelang er niet bij, waar ik dan voor zit, en communiceer daar niet over. Dus dat betekent dat er eigenlijk een verdomme feit wordt gecreëerd, waarbij er ineens een asielzoekerscentrum is, zonder dat er ook maar op enige andere manier vooroverleg is geweest over de risico's, over de plannen die daar omheen moeten worden gemaakt. Denk aan de beveiliging, denk aan bijvoorbeeld, Rijs is een enorm donker dorp, dus er moet ook iets aan de verlichting gebeuren, enzovoort, enzovoort. Ja. Mevrouw Mansel, u zit hier bij mij aan tafel. En wij gaan als Nederland soms zelfs ver naar verre gebieden toe. En dan zijn wij bezig, bijvoorbeeld in Afghanistan, om de hearts en minds van de bevolking te veroveren. Ik heb het idee dat je daar hier in Nederland ook nog wel een klusje te doen hebt. Ja, nou gelukkig doet Vluchtelingenwerk dat met 7000 vrijwilligers. Want wat u zegt is natuurlijk heel erg waar. Je moet heel goed kijken wat er nodig is, wat die mensen gaan doen. Mensen moeten goed begeleid worden van wat kan ik hier verwachten in de asielprocedure. Maar ook als ik straks in Nederland mag blijven, wat zijn de mores hier in dit land. Ja. Dus dat is ontzettend belangrijk dat er zo snel mogelijk... Maar deze mensen willen wat anders. Die zeggen, ik zeg niet dat u nogmaals dat u daarvoor verantwoordelijk bent. Want burgemeester en wethouder hebben daar natuurlijk een belangrijke kaart. Maar kennelijk wordt hier onduidelijk gespeeld. Wij willen best mensen hebben, maar het zijn er veel te veel. Dat is iets wat ik denk ik vaak zal tegenhoren, waar je ook naartoe gaat. Ja, maar ook het gesprek van zojuist. Wij vinden het heel erg belangrijk dat mensen die de bommen op het hoofd krijgen... en onveilig zijn in Syrië, dat daar opvang voor is in Nederland... zodat zij de bescherming kunnen krijgen die ze verdienen. En dat volgens mij vindt u dat ook. Ja. Kijk, men wil draagvlak creëren door ergens vluchtelingen neer te zetten. Dat is het hele probleem. Zonder het overleg met burgers, met bedrijven, wat geen rekening mee gehouden. Terwijl als je draagkracht wilt creëren, dan moet je het samen met de mensen gaan doen. En nee, dan ik zou creëren. Gewoon zeggen, je doet dit dus niet meer op deze manier. Dit is een goed voorbeeld van hoe het verkeerd gaat, van hoe je eigen ruiten ingooit. Ja. Neemt u van mij aan, wij nemen dit in ieder geval mee. Dit kan dus niet op deze manier. Bij ons is het gisteren voor de tweede keer gebeurd. De eerste burgemeester heeft het buiten ons onbesloten. We hebben een interim burgemeester en die heeft het gisteren gewoon weer alleen besloten. Dat kan niet. Goed. Kijk, volgend jaar komen er nog veel meer asielzoekers naar Nederland dan dit jaar. Dus dan wordt dat probleem ook veel erger. Het is goed dat u dat nog even aanstipt, want dat feit zou bijna een beetje ondergesneeuwd gaan. We zijn aan het einde van dit programma. Uw verhaal is duidelijk. Er is heus wel een warm welkom. En dat zal op veel meer plekken in het land zo zijn. Alleen de manier van communicatie is verre van goed. En het aantal mensen is ontwrichtend voor zo'n klein gezelschap. Zeg ik dat zo goed? Ja. Oké. Nou, dat hebben we dan maar weer opgepikt vanavond. Ik dank iedereen.